Bar mag ook tegen Dr. Boomer spelen. Oké. Okay. En ondertussen gaan we alvast aan start met deze game op Small Battlefield. Ik denk dat het voor deze stage keuze vrij even is. Dat is een biertje. En dat we nog wel, denk ik... Bier is hier. Bier is inderdaad hier. En ik denk ook deze match, want Bang Bang is nu op de ledge. Ja. En ondertussen worden hier gewoon allerlei projectielen gegooid en veel disjoints van Lion. Want er is no way dat we hier worden geoutranged door Ridley. En ja. Ridley, dat is een dode Ridley. Samus zal toch geblinkt zijn. Ja. Samus zou graag deze draak dood zien willen gaan. En Lion maakt er wel echt heel erg snelle werk van op dit moment. Downs into Up B, de classic. Die was voor de laatste nog toegevoegd in de patch notes. Boom. En we raken een ledge. Ja, dat kan gewoon. Bang Bang krijgt geen adem. Is dit nog niet finish quarters, by the way? Nee, dit is losers. Losers? Ga ik even checken. Dat ga ik nu kijken, maar het zijn een beetje te laag. Ondertussen wordt Bang Bang helemaal geklapt deze game 1, want hij heeft nog geen hij heeft de line nog niet eens op boven 100% gebracht. Yeah. Oh, dit het wordt gelijk een competitive curse. Never mind, Bang Bang wordt nog steeds geklapt. Ik heb geen internet. Even kijken. Eén streepje internet. Ondertussen heeft Lion Bang Bang al gedriestokt, dus dat is al snel gegaan. Oh, verhaal, oké. Even kijken. Ik heb geen internet, by the way. Dat is fijn, ik check het. Dit is Loose Round 2. En they are probably. Dus ze runnen het gewoon back meteen. Want ik denk dat deze spelers allebei met Small Battlefields heel erg chill vinden om te spelen. Ja, ik ben ook een groot Small Battlefield enjoyer. Ja, deze Link is deze Ridley erg aan het slopen, man. Hier wordt gekookt. Ja. Oh, okay. Bang Bang krijgt een grab. Krijgt een Asgard sequence. Smash killed hier en er wordt gelijk een Smash gepompt. Ja, maar dat raakt niet boven de platform en met Bad AI ga je daar zeker dood. Ja, dat was een beetje zo'n van DI. Ja, die DI was wel inderdaad richting met stage 2 en niet naar binnen. Oh, en... Oh, we gebruiken de bom, maar het wordt niet echt beneficial nog, want er worden nog geen gimps gemaakt. Ja, dat is. Link is ook niet super makkelijk te gimpen. Nee, die kan ook heel makkelijk zijn tegenstander terugsharken met die up-B. Dat maakt het ook veel moeilijker voor Bang Bang om dat kerk te edgeguarden. In een gentleman, daar is het niet gentleman aan, maar het heet zo. Ja, ik denk dat is 2. Kijk, ik ga niet mensen zo mening, maar iedereen mag een eigen mening hebben. Hij is gewoon tegen abortus en niet. Oh. En Bang Bang pakt de back air. Ja, Mr. Bommel Koffie, dat is de mega van dood. Ik zeg altijd 1% van Lion. Ja. Oh, raakt de voordeur. Oh, bouwde Spike daar, maar kreeg hij niet. Heel erg voor de kaas gaan. Ja, dat is ook gewoon een best goede optie van Ridley die hij ook in zijn tas heeft. Want daar pakt heel veel character recovery best wel goed van onder. Ja, I know. Maar die Nair, die doet hem daar ook. Ja. Een van de Nairs die meerdere Markheims heeft gecommit. Up there met Yoshi Nair.
Ja, ik denk dat LinkedIn Air nog wel een ergere marktnaam is dan voor Yoshi, maar... Ja, nog erger. Zeg genoeg. Zeles en Bang Bang die probeert ze terug deze set in zijn voordeel te brengen. Oeh, maar raakt de down tilt stal van de... Ja, voor tilt bedoel ik inderdaad, om line daar te laten hangen om te raakt worden. Oké, we raken met een soft confirm. Hier, de F-tilt, handtilt, over nergens gesproken. We blijven gewoon nergens spamming dit strength, toch? Ja. Oké. Heeft Ridley weer offstage. Pakt hem met de bom. Oh, kom weer terug offstage, though, maar dit zit nog steeds een beetje in lines voordeel, nog. Okay. En raakt de voordeur. Maar kill nog niet. Oh, de bom. Dat is een bijna de slide met die arrow, maar killt hem nog niet. Upsmash. Oeh! Ik zei upsmash en er wordt upsmash geklikt. Het was geen link upsmash, maar die van Ridley, ja, die kan het ook. Die bedoelde ik eigenlijk ook. Nou, nou. Upsmash van Ridley. Ik voelde een upsmash angle en er kwam een upsmash angle. Jeetje. Nou, Batman heeft nog wel teruggebracht eigenlijk. Ja. De adaptation is even laat. Eén alleen wat maanden is van bier drinken. Ja, ik piss man. Ja. Ik moet er fucking nodig eigenlijk. Na deze set dat we de casters en de krijgen. Ja, zo goed eigenlijk. En dan heb je gewoon. Bijzonder dat we hetzelfde in de gedachten hebben. Niet alsof we veel bier drinken nu. Echt hè? Ik ben ook totaal niet gewend om ons drinken. Oké, okay, maar ondertussen wordt hier veel gemash met deze voordeur en de nerfs en zo. Oh, is het dood? Ja, dat is dood! Ja, zijn Saibi werd gewoon gestopt, dus ja, dat mag niet meer horen staan in de cover als Ridley. Ridley, dan is Ripley. Oh, hij bent de Downer Spike, maar hij is niet onze maniac, dus hij raakt die combo's net niet. Ondertussen zit Ridley vast aan deze ledge. Oh, hij rolt weg van ledge. Ik krijg Abby voor de... Hij staat op 14% nog, hè? Hij is op tweede stok al! Wat is dit? Lion heeft gedacht. Lion heeft het persoonlijk opgevat. Ja, Lion vond dat hij deze game niet had moeten verliezen. Dus ja. Oh ja, en hij heeft alweer 40%. Oké, okay, laat maar. En hij wou reversalen, maar hij is nu veel te gierig. Omdat hij denkt dat hij zijn ego weer kan laten boosten door deze stokvoorsprong. Maar Bang Bang laat het zo niet, nog niet bang worden voor deze Link. Goeie, ja. Oké, okay. Covert de rol met die boomerang. Oh, is hij bloot? Nee, hij heeft geen bom meer, dus, maar hij kan nog met Ubi. Oké, okay. Gooit meer offstage. Deze guy heeft de Game Shark aan. Kan iemand even die hitbox terugspoelen? Huh? Ik denk dat we kunnen zeggen dat Ridley best wel bad is. Ridley is too big. Maar Bangman is wel zo goed. Ja. Yeah. It's too big, dat precies zegt. Huh, wat? Ja, dat zal wel. Met de vuur biertje zie ik ook wel dat ze hebben dat ze om de blazen nog gewoon wel groot te worden. PS2 is de keuze. Gaat er nog een character drone pick komen? Hero! Ja, ik bedoel. Bang Bang staat blijkbaar bekend dat hij meerdere characters heeft in. Ja. Ik weet niet meer waar hij woont ook weer, maar deze guy heeft wel meerdere pockets in zijn broekzak. Ja, en blijkbaar heeft hij heel veel hofverslaving, anders speel je geen hero.
Ja. Maar dit schijnt wel iets chiller voor hem te zijn met de tools die hij in zijn zak heeft. Dus Bounce gaat dual challenge in deze match. Ja, Bounce is wel belangrijk. En die back air, die killt hem al zo vroeg. En, ja, hij had bij een van de cyclopathen. Nu is hij vast. Ja, nu is hij snel de jongen, maar... Lion laat ze nog niet betreuren, want hij heeft nog wel kans om deze stok nog te kunnen pakken, denk ik. Niet als Bangman gewoon die bliksem laat schikken. Oké, okay, hier komt de Nair. Mr. Grab net nog. Ja, ik heb hem net nog. Oké. En dat is de back air. Oeh. Ik bedoel de boemerang eigenlijk, maar het gebeurt hier allemaal wat veel. Oh, en de confirm met de Z-drop backer into a B. Netjes, ook gaat van Twack. Ja, Twack, dat zorgt er wel voor dat je vroeg doodgaat, maar dat is dan een dice roll, zou ik zeggen. Ja, en dan wel een D20 waar je 20 op moet rollen. Oké, Lion is rustig, probeert zijn lash-up aan het te establishen. Maar met Bounce gaat het nog wel moeilijk om dan nog bomb pressure te zetten. Oh, maar die boomerang was zo clean! Ja, bom. Krijgt er ergens goed. Kaboom. Kaboom. Harry. Ja, en nu is het gevaarlijk. Hier al met mijn 18 mana. Zoom. Ja, oh, dit moet je opblazen. Snipes. Is wel een beetje gokken daar, want Hero kan overal landen zonder te weten waar hij naartoe gaat. Ja, Bounce is wel een beetje big hier op dit moment, maar Link kan ook gewoon dat soort dingen doen. Gewoon op de last killen met Down Smash. Ja, dat kan gewoon. Nou is de beste van Lee. En Bounce. Oh, en every Bounce. Dit is al echt 4 Bounce die we hebben gezien, denk ik. Ja, Game Slash, oké. Oké, don't do it. Oh, doen de get attack into down smash. Over down smash is gesproken. Ja, maar Bammy zit wel op 5%, dus het wordt wel een nil biter, denk ik, als hij met dat soort buffs gaat meespelen. Maar Bond pakt hem op de recovery. Dat is voor de heel hard uit. Ja, ik weet niet voor wat. Oh, de boomerang, maar hij wordt geparried. Oh, en de voordeur om de boomerang mee te punishen. Hij wordt heel precies gehoord, maar hey, en Lion wint. Dat is echt zo'n zwaard net. Boom. Boom. Ja, ik ga even plassen. Shame.